Goeiedag, wat fijn dat je kijkt naar deze parel, dat je de tijd hebt gevonden om even stil te staan bij wie Jezus is. Stil te staan in deze drukke decemberdagen. Een aantal weken geleden stelde Roelof ons de vraag waar wij onze zekerheid vandaan halen. En een aantal weken daarvoor gaf ik daar antwoord op in een andere parel. Ik haal mijn zekerheid uit het feit dat God in controle is. Maar vandaag wil ik daaraan toevoegen dat God een eeuwige vader is, een goede vader. Ik hoop dat deze zekerheid ook in jouw hart zal landen vandaag. En daarom wil ik heel kort even bidden, zodat we ons kunnen richten op Jezus. Lieve Koning Jezus, God, Vader, dank u wel dat u hier bent vandaag. Dat u door deze woorden heen zal spreken. Dat u ons de tijd geeft om hierbij stil te staan. Dat u mij de tijd gaf om hierover na te denken. En ik bid dat deze woorden ook in ons hart getransformeerd zullen zijn, Heer. Dat die iets met ons zullen doen. En ik bid dat uw Heilige Geest door deze woorden zal spreken op een hele persoonlijke en intieme manier tot ieder die dit filmpje luistert hier. In uw machtige naam. Amen. We leven in een tijd van kerst. Een tijd waar wij als kerk de geboorte van Jezus vieren. We doen het al generaties lang en we kennen dit verhaal van begin tot eind. Voor Jesaja, een groot profeet uit de Bijbel, was hier een voorloper van. Hij vierde al kerst ver voordat Maria, de moeder van Jezus, geboren werd. Ik citeer vanuit zijn woorden. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Voor ons zijn deze woorden ontzettend relevant en van kracht. Wanneer wij deze woorden zien, gaat ons hart misschien wel wat sneller kloppen. Maar dat komt natuurlijk omdat wij weten wat er volgt op dit verhaal. Het is de komst van een babytje, maar dit babytje is Jezus, de Zoon van God. Hij gaat de weg naar de Vader herstellen. Hij gaat ons genade schenken en vergeving geven voor alles wat ons van de Vader scheidt. Maar voor Jesaja, die nog geen Nieuw Testament heeft, is dit misschien wel een ontzettend uitbundige reactie. Jesaja zag de komst toch, ondanks dat hij geen Nieuw Testament had, als iets wat zijn generatie en de generaties die gingen volgen nodig had. Jesaja had het voorrecht om kennis te maken met de namen die Jezus zou krijgen. En ik geloof dat hij uit zijn dak is gegaan toen hij deze namen voor het eerst hoorde. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader en vredevorst. Veel van deze namen die spreken van goedheid en hoop. Maar ik wil even stilstaan bij de naam eeuwige vader. Een titel die veel vragen bij mij opriep. Wat is er zo speciaal aan deze titel en waarom geeft Jesaja deze titel aan de komst van een baby, aan de komst van de Zoon van God, eeuwige vader? Ook leek eeuwige vader mij wat dubbel op, want is niet elke vader eigenlijk een eeuwige vader? Mijn vader is wel eindig, maar mijn vader zal altijd mijn vader zijn. Het moment dat hij mij voor het eerst in zijn armen kon sluiten, werd hij mijn vader en dat zal nooit veranderen. Dus in de voorbereiding had ik wat moeite met deze titel en kon ik niet zo goed op papier zetten wat God hier nou mee wilde zeggen. Voor mij is het dan ook niet meer dan vanzelfsprekend, want God is en dus ook een eeuwige vader. Een goede vader die beter is dan mijn aardse vader. Guus die zag deze frustratie terwijl ik bezig was met mijn voorbereiding. En zij zei, ik snap wel waarom het zo moeilijk is, want jij kent Jezus als eeuwige vader. Jij hebt ervaren wat het is om Jezus als eeuwige vader in jouw leven te zien. Maar het is aan jou de taak om aan iedereen uit te leggen en mee te nemen in dat inzicht wat jij hebt gekregen over Jezus als eeuwige vader. Dus dat ga ik proberen vandaag. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn papa is echt best wel een goede vader. Voor zover als ik weet, heeft hij altijd zijn uiterste best gedaan om mij zo goed mogelijk op te voeden. Hij heeft altijd naar Jezus gewezen als ik dat nodig had. Hij heeft mij kennis leren maken met de genade van Jezus. Dus mijn vader is een goede vader. Mijn vader houdt van mij en hij leert mij wat liefhebben is. En mijn vader vergeeft mij als ik schuld beken. En hij leert mij wat goed en fout is. Maar wat
Zo, wat onderscheidt mij dan van Jezus als eeuwige vader? Wat onderscheidt mijn vader dan van Jezus als eeuwige vader? Dat is niet zo eenvoudig als dat het klinkt. Hoe je het ook bent of keert, het beeld dat jij hebt van Jezus als vader is altijd gelinkt aan hoe jij jouw aardse vader ziet. Laten we beginnen met de positieve kant van dit verhaal. Het vaderbeeld dat ik heb van Jezus is geïnspireerd door het beeld wat ik heb van mijn aardse vader. Daarom zal ik altijd naar Jezus gaan wanneer ik verdriet heb. Omdat ik weet dat mijn aardse vader altijd bereid zal zijn om alles aan de kant te zetten om mij te troosten. Ik ben ook niet bang om naar Jezus toe te gaan om mijn fouten toe te geven. Omdat ik weet dat mijn vader mij altijd wist te vergeven op het moment dat ik hem schuld bekende. Maar misschien herken je je niet helemaal in al deze voorbeelden die ik geef over mijn aardse vader. Misschien gaf jouw aardse vader jou wel de liefde die je nodig had door middel van het geven van spullen die je nodig hebt. Of was hij altijd een goede helpende hand die met oplossingen kwam wanneer jij dat nodig had. Een dikke kans dat jij die eigenschappen ook linkt aan Jezus. Jezus als jouw eeuwige vader. Maar waarom geeft Jesaja dan de titel eeuwige vader aan Jezus? Wat Jezus onderscheidt van alle eeuwige vaders is dat hij altijd eeuwig is. En dit klinkt natuurlijk super vaag. Maar ik heb hier echt even over nagedacht. Jezus is vader. Ook daar waar jouw aardse vader dat soms niet kan zijn. Niet omdat hij dat niet wil, maar gewoon omdat hij gelimiteerd is bij de wetten van deze wereld, bij zijn mens zijn. Jezus is diezelfde troostende vader wanneer jouw vader op werk is. Of als jij niet meer bij jouw vader thuis woont. Hij kan voor jou zorgen, financieel, emotioneel, relationeel, op de momenten dat jouw vader daar simpelweg de resource, energie of tijd niet voor heeft. Jezus is jouw eeuwige vader, 24/7, altijd en daar voorbij. En dat kan jouw aardse vader niet, want Jezus is omnipresent. Wat betekent dat hij overal tegelijkertijd op elk moment kan zijn. Jezus is jouw eeuwige vader, omdat hij het perfecte vaderfiguur is. Misschien vind jij dat heel lastig en zit je helemaal niet te wachten op een eeuwige vader die altijd met jou mee kan kijken. Misschien is jouw vaderbeeld wel heel erg gekleurd door de manier waarop jouw aardse vader soms tekort kwam in het vaderschap. Misschien heeft jouw vader keuzes gemaakt die jou pijn deden. Heeft hij jou bedrogen, jouw familie bedrogen. Misschien heeft hij jou pijn gedaan door jou niet de dingen te geven die jij op sommige momenten wel echt nodig had. Dan heb ik vandaag een moeilijke uitdaging voor je. Maar niet alleen voor degene die een grijs gekleurd beeld hebben van wat een eeuwige vader zou moeten zijn. Ook voor de mensen die een positief beeld hebben van hun aardse vader. De meeste van ons hebben dankzij of ondanks onze aardse vader een incompleet of verknipt beeld van wie Jezus als eeuwige vader is. En jij moet je perspectief veranderen. En ik gebruik dat woordje moet best wel intentioneel. Jij moet afstand nemen van het beeld dat jij hebt gecreëerd rondom Jezus als eeuwige vader. Of jouw beeld nou positief of negatief is, de rol die Jezus in jouw leven heeft, heeft hij verdiend. En die staat daar boven. Jouw aardse vader, goed of minder goed, voldoet nooit aan het beeld wat Jezus in jouw leven verdient. Jezus verdient de overgave van zijn kinderen. En ik ontken niet dat dat moeilijk kan zijn, maar op het moment dat je Jezus gaat accepteren voor wie hij is, als je hem gaat behandelen en bevragen naar wie hij is, dan gaat hij jou de antwoorden geven, zoals alleen een echte, eeuwige, goede vader dat kan. Hij zal nooit tekortschieten en hij zal nooit afwezig zijn. En dan zal je het inzicht krijgen over de dingen die hij voor jou in petto heeft, die hij voor jou heeft klaargelegd. En daarom wil ik je vandaag uitdagen met 3 vragen. Die jij mee kan nemen in je dag of waar je nog rustig over na kan denken.
ken ik Jezus als eeuwige Vader? Geef ik hem daar de credit voor? En wil ik Jezus aannemen voor wie hij werkelijk is? Ik geloof dat Jezus die plaats verdient in jouw leven. En ik wil dat je rustig de tijd neemt en je vooral niet opgedrongen voelt om daarover na te denken. Jezus is jouw eeuwige Vader en hij verdient die plaats. En ik wil graag afsluiten met een kort gebed. Lieve Vader, Koning Jezus, dank u wel voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u de tijd voor ons heeft. Dat wij op onze eigen snelheid mogen ontdekken meer en meer van u, Heer. En ik bid dat u zal spreken door de woorden heen vandaag. En dat u mensen aan het denken zal zetten, zoals u mij aan het denken zette. Heer, ik bid dat u mensen zal aanraken met de vragen die ze vandaag met zich mee mogen brengen. En ik dank u dat u altijd met ons meekijkt. Dat u 24/7 goed bent en van ons houdt. Amen. Gezegende dag nog.